Dit fraaie boek is een gebedenboek. In de late middeleeuwen een absolute bestseller. De middeleeuwse mens bracht ritme en regelmaat in de dag door op vaste tijden te bidden. Een gebedenboek was hierbij noodzakelijk. Hierin vond men de gebeden voor de kerkelijke gebedsuren, zoals metten, lauden, priem en terts, de feesten van de heiligen en een gebedscyclus gewijd aan Maria. Ook de boetpsalmen voor het boetedoen ontbraken niet. Voor degene die het zich kon veroorloven, maakten kloosterlingen bijzonder fraai versierde gebedenboeken. Zoals deze, gemaakt door Margriet Blok en onderdeel van de collectie van de Gelderlandbibliotheek.